De beste piloten uit België en Nederland, wellicht een paar uit Frankrijk. Die zijn nu allemaal hier samen om door een parkeergarage te vliegen. Een vrij pittig parcours. We willen een paar linkse bochten hebben, we willen een paar rechtse bochten hebben. We willen chicanes erin hebben. We vliegen niet alleen maar rechtdoor, want dat kan eigenlijk iedereen. Het gaat zich eigenlijk om ja, wat de duimpjes kunnen doen. Ik ben begonnen met motocross, waarvan ik 10 jaar freestyle motocross heb gedaan. Dus die grote jumps over vrachtwagens en weet ik wat allemaal. Ik ben eigenlijk een adrenaline junkie. Maar mijn lichaam was een beetje op. Van, ik heb veel metaal in mijn lichaam. Dat ik heet niet voor niks Danny Metal, dus ik zit een beetje al vol. De dokter heeft me ook afgeraden om verder met die sport door te gaan. Dus ik ben eigenlijk in een gat gevallen. En ik zocht toch een nieuwe uitdaging. En toen ben ik op drones gekomen en met FPV. En dat was, ja, je krijgt er gewoon een kick van, want je denkt dat je hersenpan denkt gewoon dat je erin zit. Piloten klaar, pilots ready. Piloten klaar. Nee, wacht even, wacht. Wow. Oké. Okay. Ik denk gewoon dat je een kanariepiet bent en je vliegt door het bos of waar dan ook dat je bent. Je treedt eigenlijk uit je lichaam. Dit is eigenlijk een soort van PlayStation in real life. Soms kun je gewoon vliegen en dan zie je iemand zitten en dan denk je van, wat doet hij daar? Oh, dat ben ik.